Hoi, ik ben Robin en welkom bij een nieuwe video van Robin's Kookhoek. Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden dat ik de eerste en ook tevens de laatste video online heb gezet. Dat was de ijsmaker. En vandaag gaan we daar weer verandering in brengen. We gaan vandaag popcorn maken. Ja, eigenlijk kan dit gewoon binnen 5 minuten kan het klaar zijn. Een beetje afhankelijk waar je het op klaarmaakt uiteraard. En ik ga je laten zien wat we hierbij nodig hebben. Allereerst natuurlijk een verse zak popcornmais. Dat is heel belangrijk, want hoe ouder het maïs is, en als de zak ook al een tijd open is geweest, op een gegeven moment krijgt het een soort van een oude krantensmaak. Dus het is heel belangrijk dat je verse maïs hebt of een zak hebt wat nog niet open is. Verder hebben we natuurlijk ook suiker nodig, zonnebloemolie, een schaal waar je zo meteen de maïs in kan doen, een pan. Ik zou wel adviseren een redelijk grote en vooral hoge pan te nemen en een oude pan. Vanwege de achterblijvende suiker, wat zou kunnen. Natuurlijk een lepel en handschoenen om alles, meestal om alles, om de pan te kunnen draaien. Dan gaan we beginnen met de pan. Hier doen we uiteraard een laagje, een dun laagje zonnebloemolie in. Hoeft niet heel veel te zijn. In ieder geval dat de bodem bedekt is, dat niet alles aan blijft branden. Dan vervolgens anderhalve schep suiker. Dat is precies voldoende om gewoon ja, om het zoete van popcorn te proeven. Uiteraard kan je natuurlijk ook zouten popcorn maken. Ik zou wel adviseren om maar 1 schep zout te nemen, want deze smaakt een stuk sterker dan de zoete popcorn. Nou, dan als we dat gedaan hebben, dan kunnen we de kookplaat kunnen aanzetten afhankelijk van wat je hebt. Moet hij het wel doen uiteraard. Zo. En dan is het nu even wachten totdat alles een beetje gesmolten is. En daar komen ook de handschoenen komen daarvoor van pas. Want het is de bedoeling dat de suiker, die heb ik nou te veel op elkaar gegooid, dat die echt gewoon een beetje gesmolten is. En dat het gewoon één geheel is geworden. En dan is het tijd voor het belangrijkste deel, popcornmais erbij gooien. En het belangrijke is dat je er niet te veel in doet. Ik heb namelijk een hele vervelende gewoonte om de bodem helemaal vol te gooien, met als gevolg dat alles boven de rand uitkomt. En helaas, zo die gewoonte heb ik nou weer gedaan. Lekker handig. En dat is een beetje het probleem ook nu. Dat je het een beetje gelijk moet verdelen. En zoals ik het nou ga zien, gaat het heel veel popcorn geven. Nou is het belangrijk dat je de deksel erop doet, uiteraard. Want je hebt zonnebloemolie in zitten. En als het gaat poffen, dan komt ook alle olie en dat soort dingen komen omhoog. En dat wil je absoluut niet op je lichaam hebben. Mocht je willen kijken, doe dan de deksel zo open, altijd van je af. Want dan is de kans dat je wordt geraakt door iets wat rondvliegt een stuk kleiner. Dan ga ik het gas zo even wat hoger zetten, dat we in ieder geval iets sneller kunnen bakken. En het is belangrijk dat als je het hoort ploffen, en ook daarvoor uiteraard, dat je het dan gewoon af en toe even zo gaat doen. Zodat je ervoor zorgt dat de suiker niet aan de randen blijft vastpakken. Nou, je hoort het nu al, het begint nu al te ploffen. Je ruikt ook echt gewoon dat de popcorn gemaakt gaat worden. En als je het hoort ploffen, is het heel belangrijk dat je gelijk blijft schudden. Omdat anders alles aan elkaar blijft vastzitten vanwege de suiker. Ik heb het even een klein beetje gekeken. Het zit nu ongeveer tot deze rand zit nu de popcorn. Dus ik heb nog een klein beetje speling. En zodra je hoort dat popcorn klaar is met ploffen, zet dan zo snel mogelijk ook alles uit. Omdat anders alles alsnog gaat aanbranden. De rest dan van suiker uiteraard, want de meeste zitten nu over de popcorn heen. En dat is dan nu. En wat dan het mooiste zou zijn. En dat gaan we nu ook doen. Is alles overgieten.
Nou, ik heb nu alweer te lang gewacht. Want de popcorn is vrij donker, zoals je hier ook kan zien. Maar dan is het tijd om het nu over te gieten. Ik heb er volgens mij iets te veel suiker in gedaan. Ik gebruik normaal, en met iets te veel bedoel ik heb echt gewoon te veel suiker in gedaan. Dat kan ik zien, want alles zit vastgekoekt. Dus dat we dan even doen. Dan pakken we er even een spatel bij. Ja, zoals je kan zien, is ook een andere pan dan wat ik normaal gebruik. En nu is dus het probleem dat alle suiker is dus vast komen te zitten, omdat ik te lang heb gewacht met het overgieten hierin. Dat is het nadeel van de video maken. In ieder geval, dit kunnen we weggooien. En we hebben, ondanks alles hebben we toch nog een redelijk mooie bak met popcorn. Nou, zoals je net kon zien, dit is dus echt absoluut niet de manier hoe je popcorn moet maken. Zoals ik ook al zei, was dit de bedoeling dat ik het in een andere pan zou doen. Het resultaat hiervan op zich is niet verkeerd. Dus zo lijkt de eerste instantie. Maar het smaakt behoorlijk aangebrand. Dus ik ga even kijken of we een andere pan kunnen fixen. De pan die ik normaal gebruik. En dan ga ik het nog een keer laten zien en dan wel hoe het zou moeten. Dus ik ben zo terug. Nou, we hebben ondertussen de rotzooi opgeruimd. Wat ik heb gedaan, nou ja, gedaan niet. We hebben de pan waar ik normaal popcorn in maak, heb ik nu weer kunnen regelen. Dus we gaan het nog een keer doen. Ik ga niet nog een keer laten zien hoe je suiker en dat soort dingen erin moet doen. Ik ga het gewoon laten zien vanaf het moment dat de popcorn erin gaat, totdat het klaar is. De camerapositie zal waarschijnlijk ook iets anders zijn. Want daar is ook waar het net fout ging. Het duurde te lang voordat ik alles overgoot. Waardoor de suiker aan de bodem bleef vastplakken. Dus daar gaan we weer. Nou, zoals je nu ook kan zien is alles nu een beetje een invloeibaar geheel geworden. En dat is ook de bedoeling. Dit zou in principe de ideale hoeveelheid zijn. Ik doe er een klein beetje bij, dus zeg heel voorzichtig. Prima, en dan gaan we weer vol gas verder. En ook hier is het uiteraard belangrijk dat je de pan regelmatig blijft schudden vanwege de suiker. En dat is ook waar het net fout ging. Ook al wat ik al zei, is omdat het te lang bleef staan. Maar ook omdat het een andere soort pan was. Die pan die is gewoon in één keer heel heet. En dit is een ijzeren pan wat dus geleidelijk opwarmt. En wat dus beter is om popcorn te kunnen maken. Dus als je een ijzeren pan hebt, is dat een stuk beter dan zo'n andere pan zoals ik net had. Ook als je, zoals je nu kan horen, duurt het een stuk langer voordat het begint met ploffen. Maar het maakt niet minder belangrijk om te blijven schudden. Nu is hij dus nagenoeg klaar met poffen. Dus dat is helemaal mooi. Even nog een keer schudden. En dan is het heel belangrijk dat je het zo snel mogelijk overgiet in een deksel. Dat moet ik er wel afkrijgen uiteraard. Kijk, en dit ziet er al een heel stuk beter uit zoals ik het net uitzag. En dit is ook hoe ik het ook normaal maak. Wel opletten uiteraard. Want je zit nog steeds met de popcorn die... Moet ik even goed laten zien. Zo. Met popcorn... Of mij zoals ze kunnen poffen. Zoals gewoonlijk is het weer altijd te veel, maar hey,
beter te veel dan te weinig, want het vult niet en je kan het, zover ik weet, altijd gewoon eten. Kijk, en dit ziet er ook al een heel stuk beter uit dan hoe het er net uitzag. Zo hoort het ook gewoon te zijn. Dit is ook heel makkelijk schoon te maken als het afgekoeld is. Gewoon in een laagje water zetten, even heet koken. En daarna dan kan je het weer ergens anders voor gebruiken. Kijk, dit is de kleur hoe het hoort zijn. Gewoon wel een beetje bruin, of in ieder geval gepoft. Dan weet je dat het goed is. Eigenlijk zit hier ook dus te veel suiker op. En daar ook. Maar dat maakt niet uit. Het maakt ook niet minder vies. Nou, en als je dan goede popcorn zoals dit hebt gemaakt, dan smelt het gewoon op je tong. En dan weet je dat het goed is en dat je klaar bent. In ieder geval, dit is hoe je popcorn moet maken. En ook hoe je het niet moet doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En wil je meer van dit soort video's zien, laat het gewoon weten in de reacties. En dan ga ik kijken wat ik kan doen. En dan zeg ik voor nu, later.